Nederland heeft een bedrag van 6 miljoen euro vrijgemaakt voor twinningprojecten tussen Suriname en Nederland. De Nederlandse ambassade heeft vandaag een bijeenkomst gehouden om informatie te verschaffen over deze projecten, die vooral in de sector gezondheidszorg worden uitgevoerd. In totaal gaat het om 7 projecten die in de periode 2018 en 2021 uitgevoerd worden. De middelen zullen onder andere worden uitgegeven aan de versterking van het Huisartsinstituut Suriname, de opzet en implementatie van een dagactiviteitsprogramma voor seniorenburgers binnen de bejaarden- en verzorgingstehuizen, kennisuitwisseling en capaciteitsversterking op het gebied van maternale gezondheid en het versterken van informatie aan de LHBT-gemeenschap. Alle projecten hebben een sociaal karakter, benadrukte de zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade in Suriname, Jaap Frederiks. We doen deze presentaties eigenlijk om 3 redenen. In de eerste plaats om bekendheid te geven aan het twinning-instrument, de twinning-faciliteit, een subsidieregeling die de Nederlandse overheid speciaal voor Suriname in het leven heeft geroepen om Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties in staat te stellen met elkaar activiteiten te ontplooien op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en taal en ecologie, milieu, natuur. En allemaal projecten met als overal doelstelling dat bijdraagt aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Het gaat om een faciliteit over 3 jaar van 6 miljoen euro. En elk van de projecten mag niet groter zijn dan 200.000 euro. Maar dat zijn toch ook projecten waarvan je zegt, van, nou, die zijn toch te groot voor goedwillende vrijwilligers. Het is echt de bedoeling dat we met dat soort projecten iets heel wezenlijks tot stand brengen. De uitvoering van de projecten wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Ook de besteding van de middelen wordt goed gecontroleerd, vertelt Frederiks verder in een interview. De projecten worden niet bij de ambassade ingediend, maar bij Berenschot, een consultancy firma die daar speciaal voor in het leven is geroepen. De belangstelling is overweldigend. Ik geloof dat er voor deze twinning faciliteit 240 voorstellen waren en er eigenlijk maar geld was voor 40. Dus nee, de belangstelling is enorm. En daarmee is ook de screening is heel veel werk. Hoe geschiet de controle op de besteding van de middelen? Gaat dat ook via de ambassade? Nee, dat gebeurt ook niet via de ambassade. De projecten worden uitgevoerd onder toezicht van Berenschot. En aan die firma worden ook de verantwoordingen gestuurd. En Berenschot is voor het geheel van de twinningfaciliteit weer verantwoordingsschuldig aan de Nederlandse overheid. Maar dat gebeurt verantwoording in Nederland, niet aan de ambassade. Zaakgelastigde Jaap Frederiks vandaag bij de residentie van de Nederlandse ambassade in Suriname over de twinningprojecten tussen Suriname en Nederland. De Nederlandse overheid heeft een bedrag van 6 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten in de sector gezondheidszorg van Suriname.